my god, jongens. Ik film op mijn camera. Mijn nieuwe camera. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Dit is heel raar. Hij is heel klein. Maar super schattig. Ik weet totaal de kwaliteit niet van het beeld. Ik hoop dat het goed is. Ik kan mezelf uiteraard nu niet meer zien. Want ik heb geen klepje meer. Dit is de camera trouwens. Let die op de spiegel. Die is vies. Maar ik heb dus nu geen klepje meer. Dus ik weet ook niet wat ik precies allemaal film. Tenminste, of ik in scherpte ben. Want het ding was met mijn andere camera, die ligt hier. Deze is trouwens iets groter. Met mijn andere camera had ik wel zo'n klapschermpje. Maar ik keek daar 1 nooit in. En 2, als ik onscherp was, kon ik er niks aan doen. Want ik zag toch mezelf onscherp. En ik kon hem niet scherp stellen. Dus ik dacht, zo'n klepje is eigenlijk ook niet echt nodig voor hetgeen wat ik met het vloggen doe. Dus, nieuwe camera. Laat me trouwens even weten wat jullie ervan vinden. Ik zit nu in de spiegel achter mij te kijken om even te zien hoe het is. Maar ik moet zeggen, het ziet er niet slecht uit. Totaal niet. Ik kan trouwens zo inzoomen. Hij heeft 10 keer optimale zoom. Ik moet zeggen, ik vind het echt geen slechte camera. Ik ben hier heel tevreden mee, heel blij mee. Ik weet ook trouwens niet hoe lang ik kan filmen aan 1 stuk door. Werkelijk waar geen idee. Het is heel erg wennen trouwens nu met deze camera. Maar ik moet zeggen, volgens mij is de kwaliteit helemaal niet zo raar. Het geluid heb ik geen idee, want dat kon ik ook niet in de beschrijving vinden van het product. Dus ik ga dat gelijk even checken. Ik ga het kaartje eruit halen. En hem even in de laptop steken, zodat ik kan horen hoe het geluid op de camera is. We gaan het meemaken. Het begint nu al. Ik wou een schermpje omhoog klappen, maar dat heb ik dus niet meer. Oké, wat ik nog meer heb besteld is deze Naomi Campbell tas. Super klein, schattig tasje. Heel blij mee. Ik wilde al heel erg lang een tas van Naomi Campbell en I got it. Super blij mee. Het ding wel is, als ik losse video's ga maken of video's ga maken waarin ik dingen laat zien, ga ik waarschijnlijk wel die andere camera pakken. Maar voor het vloggen wordt dit gewoon echt mijn to-go camera. Ik ga de laatste aflevering van Lisa kijken. Ik heb er geen zin in, ik wil het niet. Maar ik heb trouwens nog iets leuks te vertellen. Namelijk, mijn opa is 27 augustus jarig. En ik weet niet wat ik met hem voor zijn verjaardag moet gaan doen. Nou heb ik iets leuks gedaan. Ik wil namelijk nog heel graag terug naar Brussel, waar ik een jaar geleden met Natuska ben geweest. Nou is het ding dat ik dus mijn opa als verrassing ga meenemen naar Brussel. Ik heb zojuist de treintickets voor de dag dat we naar Brussel gaan geboekt. De heen- en terugtickets. Ik heb tickets geboekt voor het Atomium. En als verrassing ga ik hem dat vanavond vertellen. Ik ga daar namelijk vanavond eten. Dus ik ga hem vanavond het nieuws vertellen dat wij over iets meer dan een maand met z'n tweetjes naar Brussel gaan. Met de trein. Ik ben heel benieuwd hoe die reageert. Ik ben vaker met mijn opa op pad geweest, maar niet in zulk verre kon rijden. Dus ver. Het is 2,5 uur naar Brussel toe, dus het valt echt hartstikke mee. En ik ben er al een keer geweest, dus ik weet hoe het daar is. We gaan daar dus naar het Atomium. We gaan daar gewoon lekker rondlopen, kijken, dingetjes doen, lekker eten. En 's avonds vertrekken we terug met de trein van België naar Nederland. Dus helemaal top, helemaal leuk. Ik ga even een ander shirtje aan doen. Ik stink een beetje door het werk. Maar ik ga hem straks het nieuws stellen. En ik heb dat trouwens door middel van envelopjes gedaan. Ik heb 6 enveloppen met erin raadsels. Waarvan 3 antwoorden het antwoord België is. En 3 antwoorden, als hij het goed raadt en goed doorheeft, het antwoord Brussel is. Zodat hij uiteindelijk weet dat we naar Brussel gaan. En de laatste envelop die ik voor hem heb, dat is de 7e envelop. Er zitten de treintickets in naar Brussel. Dus het is officieel. Ik heb de tickets, dus we gaan erheen. Ik ga daar zo heen. Het regent super hard, dus ik ga nog even de camera in mijn tas houden. Want het is niet normaal hard aan het regenen buiten. Maar ik moet er wel doorheen om naar mijn opa en oma te gaan. Dus let's go. En ze hebben trouwens een nieuwe vogelkooi. Dus ik ga de camera laten zien. Mijn tas laten zien. En natuurlijk gelijk even het goede nieuws stellen. Goed, ik ben compleet regenachtig ingepakt. Ik heb serieus gewoon een regenjas aangedaan, want het regent zo hard, dat is echt niet normaal. Ik ga mijn tas meenemen, camera erin, de enveloppen beneden pakken. Dat is misschien nog wel een belangrijke punt wat ik nu nog moet gaan doen. Dat is de enveloppen beneden pakken, want anders
heb ik geen verrassing. Let's go. Goed, tot even buiten filmen. Zeker nu het hier in één keer een beetje waait. Het regent niet zo hard, maar ik wil even weten wat de kwaliteit is. Dan kan ik tot morgen tenminste allemaal even terugzien. Nou, het is gestopt met regenen. Top. Ik heb de enveloppe trouwens bij. Ik ga het hem zo gelijk geven, als hij niks aan doen is. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij reageert. Ik heb 6 enveloppen voor je. Eigenlijk 7, maar de 7e, dat is wat anders. Je mag ze openmaken. Ik ga dicht doen. Lezen wat erin staat. En kijken of je eruit komt. Moet ik het nu doen? Ja. Niks in. En dan ben je een blok, man. 1. Kun je het lezen? Brazilië. Wat? Brazilië. Oh, maar chocolade. Daar komt een chocoladebonen vandaan. Brazilië. Ja. Ja. Niet zo moeilijk denken, Maas. Jawel, Brazilië, zeg ik toch? Ja. Wat heb je hier? Hoi. Waar, welk land staat bekend om zijn chocolade? Frans en Nederlands, Canada. Frans en Nederlands, Canada. Oh. Denk nou eens even na. Ja, we hebben wel chocolade. Ja. Welk land praten ze Frans en Nederlands? Canada. Zoek nou eens niet zo ver. Nou, België. Dat is niet zo vervelend alsjeblieft weer. België. Die andere bonbons. Nee, ook België. Chocolade, bonbons, België. Bonbons, ja, de bonbons. Wat was die tweede? Frans en Nederlands, waar ze daar praten. Daar staat Sint-Nicolaaskerk in Sint-Nicolaas. Vlak bij Antwerpen, tegen Antwerpen aan de stad. Ja. Nee. Waar staat de Sint-Nicolaaskerk? In Antwerpen. Nee. Ja. Nee. Brussel. Dat is de, ja. Sint-Nicolaaskerk staat in Brussel. De Vrouwenkathedraal staat in Antwerpen. Ik kan zeggen wel één van die twee. Want in de plaats ben ik geweest in Sint-Nicolaas. Brussel. Antwerpen. Ja. Brussel. Monnikenpis is Brussel. Mannekep is dan zeker Brussel. Ja? De hoofdstad van België is Antwerpen. Brussel. Dat weet ik wel, ik kan nog niet zeggen. Nee, ja? Nog steeds. Dat weet ik nog steeds. Ik rijd er nog zo naartoe ook. Menigkeertje dat je gaat toen we naar Frankrijk gingen. Menigkeertje. Dat geloof ik. Maar je gaat samen naar. Puntje, puntje, puntje. Brussel. Brussel. Gaan we er samen heen? Kijk maar, je hebt nog één envelop te gaan. Ja, moet ik wel. Twee hele lange brieven. In het gele staat niks. Een hele lange brief. Kan ik even mijn bril, hè? Ik mag er niet lezen, kind, want ik ben, dat wordt minder, hè? Dat gaat dan weer niet, hè? Dat wordt minder, hè? Dan heb ik hem al genomen. Hazeldoek. We moeten de trein naar Brussel. Zonder Brussel, Rotterdam Centraal. Vertrek en aankomst. Maar is er een tour? Is er een tour? Maak die andere maar open. Is er een tour? Never come back line. Yeah!
Rotterdam Centraal zonder Brussel, ja. Met de trein. Leuk toch? We gaan voor je verjaardag, 24 augustus, tot op een dinsdag, gaan we met z'n tweetjes een hele dag naar Brussel. Oké. Okay. We vertrekken 's morgens om 7:15. Ja, helemaal heel vroeg. Want om 8:10 gaat de trein. Wat is erbij de tijd dat je vertrekt? Ik weet niet, staat dat op de ticket? Wonden. Vastpakken. Oh jongens, ik weet niet hoe jullie me horen met de wind hier, maar ik ben onderweg naar huis. Ik heb heerlijk gegeten overigens daar. En mijn opa vond het kreeltje leuk. Zo blij mee. Hij heeft zelfs geheimd emotioneel, denk ik al. Maar ik hoor net wat op het nieuws, jongens. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar ik ben niet zo'n nieuwspersoon of tv-kijkpersoon. Maar ik heb zojuist wel meegekregen dat Peter R. de Vries is neergeschoten. What the fuck? Nou, moet ik zeggen, ik vind Peter R. de Vries ook geen hele gezellige man. Maar het is zo dat je denkt, oh jee, maar ja goed, weet je, dat weet je met zijn beroep. Het is niet niks. Vet gevaarlijk beroep. Het is ja, wel heavy hoor. Nou, ook echt alleen maar dat op het nieuws. Dus ik ga ook geen tv kijken, want het enige wat je waarschijnlijk vanavond hoort, is dat gedoe van Peter R. de Vries. Maar het is wel een ding hoor, jongens. Ik vraag me af of hij dat overleeft. Of dat hij er normaal van afkomt. Ik denk het niet. Door je hoofd geschoten worden, nee.